Goedemorgen. Ik heb jullie heel veel bij te praten. Ik heb 2 weken niet gevlogd. Of in ieder geval althans geen vlog online geplaatst. Ik heb wel wat dingetjes gefilmd, maar niet geplaatst. En ik ga even klaarmaken. Ik ga even mijn skincare doen. Want ik heb vanmiddag, of nou ja, straks met Julia afgesproken om wat foto's te gaan maken. Ik heb Julia nog nooit echt gezien. We hebben wel eens contact gehad via Instagram DM en ze stuurde me een berichtje. Of ik het misschien gezellig vond om wat foto's samen te maken. Nou, had ik er zeker zin in, want ik plaats de laatste tijd niet mega veel op Insta en dat wil ik echt weer veranderen. Maar ik heb gewoon geen foto's, dus dit kwam eigenlijk perfect uit. En ja, dat gaan we dus zo meteen doen. We gaan even 2 fotootjes maken en even lekker een drankje doen ergens. Ik werk nu sinds 2-3 weken ongeveer. Werk ik bij Mas en Lex, een winkeltje in de Lier. Wat ik echt super leuk vind. Echt, ik vind het helemaal leuk dat ik weer even 2 dagen een routine in mijn leven heb. Dat ik weer even lekker mensen om me heen heb 2 dagen. Dat vind ik echt heerlijk. En het is ook echt mega gezellig daar. Wat ik wel een soort jammer vind of zo. Kijk, ik heb dan twee weken geen vlog geplaatst. Omdat ik dacht, oké, eventjes een beetje in dat ritme komen en kijken hoe ik het allemaal wil gaan doen. En dan dacht ik wel van, nou weet je, oké, dan maak ik 2 extra video's. Zodat er wel nog een video online komt. En dan zijn er gewoon mensen die reageren. En er zijn nog 2 weken geen video's bij mij gekomen. Of van, je bent weer lekker bezig, geen video. Dat ik denk, oké, er komt inderdaad geen weekvlog online. Maar ik zorg toch dat er een andere video online staat. Dan, nou, ik kan daar gewoon zo niet bij met mijn hoofd. Ik snap dat sommige mensen misschien alleen de vlogs kijken en niet de extra video's. Maar ik doe wel mijn best om wel alsnog een video erop te hebben. Ook al is het dus geen weekvlog. Maar goed, ja. Dat is misschien iets wat ik net ga begrijpen. Dat mensen zo reageren. Ja, ik ga even mijn skincare afmaken. En dan ga ik me verder klaarmaken. En gaan we even lekker foto's maken. Ik heb er echt zin in. Ik heb echt al lang geen foto's gemaakt voor Insta. Dus ja, ik heb er echt zin in. En ook zin om even weer lekker dingen te plaatsen en zo. Dus me klaargemaakt en mijn spullen gepakt. De eerste outfit is dit pak van de Zara. Die is echt al best wel oud. Maar ik heb er helemaal nog geen foto in. En ik vind het echt heel erg leuk. Dus die heb ik dan in combinatie met deze hoed van Old Habits. En dan met deze tas erbij. Dat vond ik heel erg leuk. En dan heb ik nog een outfitje van SV. Dat wil ik even laten zien. Met dit t-shirt. En dan zo'n leesbroek vond ik wel heel erg leuk. Die is ook van Tessie trouwens. En dan met mijn polaine tas erbij. Dus dat zijn de outfitjes die ik meeneem. Nou, maar eentje mee, die heb ik aan. En dan doe ik deze slippers onder van bij Mas. Ze zijn alleen een beetje vies. Ik moet ze eigenlijk eventjes in de was gooien, kijken of dat kan. Maar die doe ik aan. Ik ga nog eventjes een klein beetje brons op mijn gezicht doen, want ja. Oh, en trouwens, dat heb ik helemaal niet verteld of gevlogd natuurlijk, want ik heb 2 weken geen vlog geplaatst. Maar ik heb mijn haar weer wat blonder gemaakt afgelopen dinsdag bij de kapper. Ze heeft het ook weer eventjes geknipt. Dus ja, ik ben er echt helemaal blij mee. En ze zei ook echt dat mijn haar echt weer beter eruit gaat zien. Dus helemaal blij. Oké. Ik ga even laatste spulletjes pakken en dan ga ik richting de stad. Hallo. Wij zijn lekker fotootjes aan het maken bij Miju. We hebben net lekker een drankje gedaan. Eerst fotootjes helemaal goed. Heb jij nog iets voor op de foto? Ja, misschien de jumpsuit. Ik heb Van Zaar. Ja, helemaal leuk. Nou, ik heb ook nog wat. Dus dat komt helemaal goed. Ik ben weer thuis en het was echt heel erg gezellig. Echt heel erg leuk gehad. Ook eventjes gesport gelijk. Moest ook gebeuren. En ik was even langs de Zara gelopen. Ik moest eventjes een pakketje bij Belsimpel ophalen. En dat zit echt letterlijk, nou, niet naast Zara, maar wel in de buurt. En toen dacht ik, ga even kijken. Had ik beter niet kunnen doen, want ik heb echt eigenlijk veel te veel gekocht.
4 dingetjes. Dat was mega leuk. Ik heb het niet gepast, want daar had ik niet echt tijd voor. Maar allereerst zag ik dit broekje hangen. En die vond ik wel heel erg leuk voor op vakantie. Ik dacht met een leuk oversized shirt of zo erin. Leuk voor naar het strand of iets. Ik vond hem helemaal schattig. En deze heb ik in een S. Dan heb ik een blauw topje. En hier hoorde eigenlijk ook een rok bij. Maar ik dacht, ik vind dit wel gewoon leuk voor normaal. Ik weet niet of het leuk staat bij mij. Of dat het een beetje op een slabber gaat lijken. Maar ik vind blauw wel altijd heel erg leuk in de zomer. En het is dus een topje met zo'n halter hier. En dus op je rug is die dus helemaal open. Vond ik echt heel erg leuk. En dan heb ik echt nog een mega leuk pakje. Ik zag deze dus al op de Zara website. Maar daar was die uitverkocht. Of althans, het broekje was uitverkocht. En nu hadden ze hem wel in de winkel. En dat is allereerst dit shortje. Echt veel te leuk. Ik denk wel dat hij heel erg groot is. Het is een S. Maar misschien kan ik hem wat hoger dragen. En daarbij heb ik deze. Die hoorde er ook bij. En ze hadden deze dus afgelopen zomer al in blauw. En toen was ik eigenlijk te laat met hem kopen. Maar ik vind roze ook wel echt super schattig. Dus die. En deze heb ik in een combinatiemaat SM. En was 30 euro. Dan dat shortje heb ik in een maat S. En was 17,95. Oh. En dat blauwe topje, ik weet niet of ik die had laten zien. Die was ook 17,95. En heb ik ook in een S. Nou, helemaal blij mee. Zoals ik zei, Keer die is nu onderweg hier naartoe. Want dan gaan we even lekker gezellig samen eten en koken. We hadden dus laatst, of nou, ook alweer een tijdje geleden, hadden we samen chorizo pasta gemaakt. En die was toen zo mega lekker. Dus die gaan we weer opnieuw maken. Maar goed, Keer die komt dus nu hier naartoe. Ik ga even een klein beetje de woonkamer opruimen, want dat is echt een bende. En dan gaan we zo meteen lekker koken. Ik moet eigenlijk nog even douchen, maar misschien wacht ik daar wel eventjes mee tot Keer er is. Ik heb nog niet echt zin om te douchen. Ik heb even een klein beetje mijn haar gevuld, maar ik moet er eventjes nog overheen met de stelt. Ook een beetje dan, omdat het zo gek zit. Ik ben net mijn rug bezig kuppen en ik ga me nu klaarmaken. Want wij gaan zo meteen naar een strandfeest toe. Heel erg leuk. Bij Zwarte Pad naar Wow gaan we. Ik ga nu eventjes mijn haar nog een klein beetje doen. En dan even een outfit bedenken. Want ik weet ook echt nog niet eigenlijk wat ik aantrek. En ik heb echt overal muggenbulten volgens mij. Want ik loop heel de dag overal te jeuken. Ik word er echt niet goed van. Ik heb me helemaal omgekleed en klaargemaakt. Ik heb dit topje aan van Lovies. Vind ik echt heel erg leuk. En ik heb natuurlijk vanmorgen mijn rug gekupt. Dus ik hoop dat je dat niet te erg ziet. En deze broek ook van Lovies. Met die strikjes op de achterkant. Ik heb hier ook laatst een foto mee geplaatst. Maar ik vind het echt een leuke outfit. En dan deze kersenoorbellen erbij. Ja, ik moet alleen nog even ringen om. En dan ben ik klaar om te gaan. Het is vandaag dinsdag en ik ga naar mijn werk toe. Ik heb lekker mijn bril op. Ja, ik moet om 9:15 er zijn. Het is nu 9:15. Het is ongeveer een half uurtje geleden. Het wordt vandaag wel echt mega warm volgens mij, buiten 28 graden. Dus ik heb lekker een kort rokje aan, t-shirtje. En daarna als ik klaar ben met werk ga ik bij mijn vader eten. En ik ga ook nog eventjes langs mijn moeder om wat af te gooien. Helemaal lekker dagje. Ik ben weer lekker thuis. Het was best wel een lange dag vandaag. Maar wel een leuke dag. Best wel veel op de webshop kunnen doen. Dus dat was chill. En daar lekker mijn vader gegeten. Ik ben nu lekker thuis. Ik ga zo meteen lekker douchen. En ik wilde jullie nog heel erg graag even mijn Look Fantastic pakketje laten zien. Want er zitten er allemaal leuke en favoriete dingetjes van mij in. Dus best wel veel van mijn favorieten, mijn all-time favorites, opnieuw besteld. Waaronder dus de Golden 10 Maximizer van Lancaster. Ik heb hem dus ook in het klein. Oh, dat is een beetje vies. Ik heb hem dus ook in het klein. En die is dus bijna op. En ik vond hem zo chill dat ik dacht, ik ga even de grote bestellen voor vakantie. Wat over precies 4 weken gaan Stan en ik eindelijk naar Rodos. Ik kijk er zo naar uit. Maar dit is dus een After Sun Lotion. En die zou dus je bruine kleur langer bruin moeten houden. Hij is verder niet bruin. Hij is verder gewoon ja, normale body lotion crème kleur. En elke keer als ik in de zon ben geweest smeer ik dit op. En het ruikt echt
gewoon naar vakantie. Als ik dit ruik, denk ik echt gewoon gelijk aan vakantie. Het werkt ook echt goed qua verbrande dingen, want gisteren was ik een beetje verbrand en nu is het best wel bruin. Dus die pan heb ik van Lancaster ook alvast voor vakantie. Deze besteld. En deze heb ik eigenlijk altijd, denk ik echt al 2 jaar lang. Ik heb nu ook nog een verpakking, die heb ik afgelopen tijd in Nederland gebruikt. Dus ik wilde voor vakantie eventjes nog een nieuwe, een volle, factor 30. En deze smeert gewoon super lekker uit. Krijg geen witte waas op je lichaam. En er staat dus op dat hij water resistant is. Ik had deze met keer ook mee naar Curaçao. Hele tube opgemaakt. Ik had deze mee naar Ibiza. Voorgaande jaren heb ik deze altijd mee gehad. Ik gebruik deze echt altijd. Vind deze echt heel erg fijn. Dan mijn favoriete shampoo, conditioner en haarmasker. Vroeger, toen mijn haar nog niet kort en afgebroken was, maar heel erg lang, gebruikte ik altijd deze shampoo. En natuurlijk de afgelopen jaren hebben jullie wel mijn vlogs kunnen zien dat ik echt superveel ook hele dure producten heb uitgeprobeerd voor mijn haar. Maar dat eigenlijk bijna niks hielp. En ik gebruik nu deze shampoo en mijn haar wordt echt oprecht weer beter. Ik weet niet of het echt hierdoor komt of dat het gewoon tussen mijn oren zit. Maar ja, ik ga gewoon nooit meer overstappen. Ik ga voor altijd alleen maar deze gebruiken. Dit is de L'Oreal Dream Length van Elviva. Shampoo en conditioner, lekker grote verpakking. Want dag en stand gebruik ik ze ook, dus gaat er altijd best wel snel doorheen. En van diezelfde lijn gebruik ik dus ook het haarmasker. Dus die heb ik ook weer eventjes opnieuw besteld. Ik doe altijd als ik mijn haar was, eerst met shampoo, dan het haarmasker en dan de conditioner. Dus die heb ik weer eventjes lekker een nieuwe voorraad van. Ook was ik op zoek naar een nieuwe droog shampoo. En toen zag ik dus dat ze van diezelfde lijn ook een droog shampoo hebben. En die dus ook volume geeft aan het haar. Dus ik dacht, ik ga deze gewoon uitproberen. Ik heb hem nog nooit gehad. Maar ik ben dus gewoon super tevreden over die andere producten. Dus ik dacht, ik ga deze van deze lijn ook uitproberen. En hier zitten dus ook vitamines in en castorolie. Dus die. Ik heb hem nog niet gebruikt, dus ik kan nog niet laten weten wat ik deze vind. Maar als die net zo fijn is als de rest, dan heb ik er veel vertrouwen in. Ja, heb ik nog 2 toe dingetjes besteld. Allereerst van die scheermesjes voor je gezicht. Ik denk dat heel veel mensen dit wel kennen. En ik bestel ze eigenlijk altijd bij Look Fantastic. Dus die heb ik er eventjes een nieuw voorraadje van besteld. Deze doe ik altijd eerst een beetje olie op mijn gezicht. En dan ga ik er met die mesjes zo overheen, zodat al die donshaartjes weggaan. Ik vind het echt heel erg fijn werken. En heb ik deze al vaker gehad. Dus ik weet gewoon dat deze chill zijn. Dus die. En ik ben echt altijd mijn pincet kwijt. Ik weet niet waar de dingen blijven. Misschien als ik hier ooit weg ga, dat ik echt opeens 30.000 pincetten vind. Maar ik had dus weer een nieuwe pincet nodig. En bij Look Fantastic verkopen ze die van Tweezerman. En die vind ik altijd heel erg fijn. Dus ik heb eventjes een nieuwe besteld. Want mijn wenkbrauw moest echt even geëpileerd worden. Dus deze. Gewoon een simpele zwarte. Ik had beter eigenlijk echt een knalroze kunnen nemen. Want als ik hem dan kwijt ben, dan vind ik hem misschien wat makkelijker. Maar goed, dat heb ik niet gedaan. Ik heb gewoon een zwarte genomen. 2 dingetjes. Allereerst een mannengeurtje. Deze is voor Standis van Yves Saint Laurent. Ik weet niet of die lekker is. Maar normaal heeft hij dus... Is dit een refill? Oh nee, ik schrok. Ik dacht dat dit een refill was. Of is dit wel een refill? Ik weet het niet. Maar in ieder geval, normaal heeft dan altijd een andere van Yves Saint Laurent. Die is ook super lekker. Maar toen zag ik deze voorbij komen. Volgens mij is deze vrij nieuw. Dus ik dacht, misschien is dat ook wel eens leuk om die uit te proberen. Want ze hebben dus ook niet alleen voor vrouwen parfum, maar ook heel veel mannen parfum. Dus die. Als het laatst, en hier ben ik echt mega benieuwd naar. Want ik zie dit heel vaak op TikTok, Instagram, de hele micmac voorbij komen. En dat is van Lancôme. Het Triple Eye Serum. Volgens mij. Oh, Triple Serum. Volgens mij is het wel echt speciaal voor je ogen bedoeld. En ze zeggen dat je vanaf je 25ste rimpels gaat creëren. Nou, nu ben ik 24,5. Dus ik ga alvast beginnen. En dat is dus dit. Ja, ik vind het er alleen al helemaal satisfying uitzien. En dit is dus het Triple Serum. Vitamine F, peptide, niacinamide. En volgens mij is dit dus een oogcreme. Oh, wat leuk. Dit werkt. Oh, het is een soort... Oh, dat dacht ik. Dat wist ik niet. Het is een soort van water jelly substantie. Het heeft geen geur. Maar dat is vaak goed, hè. Want ze zeggen, als er geur in zit, zit er parfum in. En dat is dus niet goed voor je huid. Dus ik ben hier heel erg benieuwd naar. Het is wel echt voor je ogen. Anti-aging. Nou. Visible eye lifting effect en smooth. Ik ben hier echt heel erg benieuwd naar. Dus die ga ik ook lekker uittesten. Ik ga nu lekker douchen, mijn haren wassen. Ik ga lekker mijn nieuwe shampoos gebruiken. Ik ga me daarna lekker insmeren met deze. En ik ga even lekker
lekker mijn oogcremetje opsmeren. Ik ga bij deze ook gelijk de weekvlog afsluiten. Het was natuurlijk eventjes een beetje een chaotische weekvlog. Ik had afgelopen week wat dingetjes gefilmd. Die week daarvoor. En dat heb ik allemaal gewoon bij elkaar gegooid. Maar ik hoop dat jullie toch alsnog een leuke vlog vonden. Ik zal vanaf hierna weer gewoon mijn best gaan doen om even wat beter te vloggen. Maar ik moet gewoon zeggen, ik vind het best wel even lastig wat nou leuk is en hoe en wat allemaal. Dus vandaar even voor nu deze oplossing. Maar ik hoop dat jullie het alsnog een leuke samengestelde weekvlog vonden. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. En dan zien jullie mij volgende week weer. Ik was eventjes mijn make-up aan het doen. Want ik ga zo meteen weer even wat foto's maken met Julia. Ik heb dit sportsetje aan van Stronger. Daar moet ik eventjes een reels mee maken. En ik heb echt een mega leuk pak besteld bij Omoda. Van Harper. Dus daar moet ik ook eventjes een foto mee maken. Maar terwijl ik mijn make-up aan doen was, kwam er een pakketje binnen. Ik heb namelijk een jurkje besteld bij Opoly. Ik had deze gezien bij Lynn & Stace. Stace had hem in het geel en Lynn in het wit. Ik vond hem zo leuk. En ik zat zo te twijfelen tussen wit en geel. Maar geel is niet meer mijn maat. Dus toen was de keuze makkelijk. En ik dacht, hoe leuk is dit voor Rodos? Ik hoop dat hij past, want ik heb een maat 4 genomen. Omdat ik zag dat hij best wel wat groter viel. En je kan het aan de achterkant ook nog zelf verstellen. Dus ik dacht, ik hoop dat het maat 4 goed gaat zijn. Oeh, hij ziet er wel smal uit. Kijk even hoe leuk dit jurkje is. Oh my god. Ik wil dat eigenlijk gelijk even passen. Ik denk dat ik het ook gewoon gelijk ga doen. Oké, one moment. Oh my god. Maar ik twijfel wel over de maat, want hij zit best strak. Maar kijk even hoe geweldig is dit. Ik kan het beter laten zien. Ja, sorry, maar ja, ik heb nu nog even dat sportshortje eronder. Maar hoe leuk is dit? Oh my god, dit is echt geweldig. Maar ik twijfel over de maat. Of dit goed is. Oh. Moet hij niet een maatje groter? Ik weet het niet. Misschien heb ik ook wel een maat groter besteld. Maar kijken welke beter zit. Ik vind dit wel echt heel erg leuk. Ja. Voor op vakantie. Oh, dit is echt geweldig. Oké. Ik ga hem snel uitdrukken en me verder klaarmaken. Want ik moet zo naar de stad. Ik ben weer terug van de stad. En ik heb een klein beetje haast. Ik heb een heel helemaal leuk filmpje van dit nieuwe pak gemaakt. Van Harper. Echt mega blij mee. En ik had dus vorig jaar dit tasje gekocht. Bij de Gaudi. Nou, ik vind er helemaal leuk bij staan. Maar ik heb dus een beetje haast. Want Stan is vandaag jarig. Helemaal leuk. Ik heb vanmorgen, nou eigenlijk gisteravond, allemaal cadeautjes gegeven. Dus 25 cadeautjes, omdat hij 25 is geworden. En 25 is gewoon een bijzondere leeftijd. Dus dat vond ik wel leuk om te doen. Maar we gaan nu met zijn gezin, gaan we lekker een hapje eten ergens om zijn verjaardag te vieren. Dus ik heb lekker dit pak aangedaan. Die broek moet ik eigenlijk nog laten inkorten. Dus ik heb het even met elastiekjes hieronder vastgemaakt. En dan neem ik deze tas mee. Ik weet niet of het overdreven is, maar ik vind het leuk. Ik ga mijn camera niet meenemen, want ik film eigenlijk nooit met Stan als mijn familie erbij. Dus wij gaan lekker een hapje eten en dan zie ik jullie weer morgen. Deze weekvlog was iets anders dan normaal. En de afgelopen 3 weken zelfs, is er sowieso geen weekvlog online gekomen. Maar ik heb in deze weekvlog gewoon eventjes wat beelden bij elkaar gedaan waarvan ik denk dat ze leuk genoeg waren om in een video te doen. Zoals ik aan het begin van deze video ook al vertel. Ik vind het gewoon heel erg lastig wat ik nu moet weekvloggen. Wat jullie leuk vinden om te zien. Ik merk ook dat mijn weekvlogs minder leuk worden. En daar wil ik echt wat aan doen. Want ik vind weekvloggen nog steeds echt super leuk. Ik moet ook gewoon meer buiten gaan filmen. Maar er zijn ook gewoon dagen dat ik niet naar buiten ga. Vanaf nu heb ik ook een beetje mijn plekje op werk gevonden. Dus ik kan ook weer wat meer in de winkel gaan filmen. Dat is denk ik ook heel erg leuk voor jullie. Om jullie daar een beetje mee te nemen. En ik moet gewoon echt meer scheid gaan hebben. En gewoon meer buiten gaan filmen. Dus dat is mijn plan. Ik ga meer buiten filmen. Vanaf nu ga ik de weekvlogs weer anders aanpakken. Ik ga ze eventjes in een nieuw jasje steken. En ik ga er gewoon weer alles aan doen om weer gewoon hele leuke weekvlogs voor jullie te maken. Maar toch wilde ik
ook deze week wel weer een video online. Dus ik dacht, ik maak deze vlog ervan. Ik hoop dat jullie hem toch alsnog een beetje leuk vonden. Ik heb echt al 20.000 keer in de afgelopen jaren gezegd van, ik ga meer buiten vloggen. Ik ga meer mijn best doen. Maar ik moet het ook echt gewoon gaan doen. En ik merk nu ook gewoon echt aan mezelf dat ik een beetje een dip had met het weekvloggen. En überhaupt met het vloggen en met social media en alles. En dat wil ik gewoon weer helemaal lekker oppakken. Ik heb er helemaal zin erin. En nieuwe motivatie. Ik ga bijna op vakantie. Nu ga ik daar niet vloggen, want ik ga met Sanne op vakantie. Maar ik kan wel van tevoren een hele leuke inpakvideo maken. En die week daarna ga ik met Madelief naar Ibiza. En daar ga ik echt elke seconde die me lukt om vast te leggen, ga ik vastleggen. Want dat zijn gewoon echt super leuke tripjes die ik met Madelief mag maken. Dus ja, er komen echt wel weer leuke weekvlogs aan. Ik ga echt heel erg mijn best doen. Deze keer beloofd. Dat heb ik echt heel erg vaak gezegd, maar goed. Ik hoop dat jullie het alsnog een leuke video vonden. En dan ga ik hem bij deze afsluiten. En dan zien jullie mij volgende week in een leuke, vernieuwde weekvlog. Doei!